trots zou zijn op onze prestaties, ook als ondernemers. En dan zouden we een voorbeeld aan de kip kunnen nemen en kunnen zeggen, laat het maar horen hoe goed we zijn. Ik zal in elk geval mijn best doen om dat buiten ook te verkondigen. Kijk. Mevrouw Bram, dank u uitnodiging voor uiteindelijk het verlossend woord. In deze categorie, deze prachtige ondernemers. Ja, ik ben benieuwd. Wij als jury meenden dat deze bedrijven moesten worden genomineerd. Nou, Leertouwen verbindt niet alleen de draden duurzaam, maar ook haar medewerkers, klanten en leveranciers. De klanten krijgen meer comfort, veiligheid en continuïteit door de samenwerkende techniek op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en ICT. De bedrijven moeten durven om de technologieontwikkelingen eerst zelf te gebruiken, dan te laten zien en ook vervolgens in de markt te zetten. Paperphone, dat bedrijf heeft de duurzaamheid hoog in de vaandel, zoals gebleken is. Wereldwijde biovriendelijke biobased verpakkingen. Innovatief als vervanging van de jarenlang gebruikte piepschuim verpakkingsmaterialen. Verpakkingen gemaakt van aardappelzetmeel, maar ook van stroopkarton voor ons eigen mondeel. Vermindering van de CO2 is dus een van de pijlers van dit innovatieve bedrijf. Laco Products, dat is een bedrijf, is ontstaan ook weer in de slaapkamer bij vader, ontstaan uit ontevreden over de kwaliteit en geobsedeerd door veiligheid. Spiegels vervangen door camera's om de veiligheid en het verkeer te vergroten. De kennis te delen door interne ontwikkelingen, een onvermoeide kwaliteit op mensen halen en de bestaande producten te blijven verbeteren. En de winnaar is geworden. Prachtig woord, maar de burgemeester had nog een woordje erbij. Die haal ik er wel even uit hoor. Vanavond was het weer zo mooi, Leertouwen duurzaam verbinden. En dat zie je in het bedrijf ook. De duurzaamheid staat heel hoog in het vaandel. Fantastisch om te zien hoe jullie dat uitdragen en daar ook ambassadeur van zijn. Vanavond in het gesprekje weer van, ja, elektrisch hoe het precies gaat, dat weten we niet. Maar het komt eraan en wij zijn voorbereid. En verbinden natuurlijk, hè. En dat doe je ook in je bedrijf door mensen te verbinden. De samenleving te verbinden aan je bedrijf. Dat wens ik je toe, dat je dat vasthoudt. En dan gaan we samen in Bart vanuit Barneveld nog hele mooie dingen doen. Alle succes van de wereld toe. Ja, kijk eens. Heel mooi. Zo. Ik heb ook even een reden om even wat te zeggen natuurlijk. Ja, dat is even spannend nu. Ja, ik vind het echt super. Ik ben best een beetje gespannen vooraf. We zijn allemaal super mooie bedrijven, ook hier staan. Het is geweldig. Ja, je bent als bedrijf bezig. Ik vind het ontzettend mooi. Het is 12 jaar geleden, stond mijn vader op het podium. Ook genomineerd, ook met de prijs naar huis gegaan. Ja, super. Dat het kan, dat je hier weer staat, je medewerkers, super trots op zij van zij maken, het bedrijf, klanten, opdrachtgevers die bedrijven opdrachten gunnen, vrouw, mijn kinderen zijn in de zaal, ja, die mij nog wel eens moeten wissen bij tijden, maar ja, ze steunen en supporten je, ik vind het geweldig. En bovenal, en dat vind ik ook belangrijk om te noemen, ik ben gelovig en ik ben blij en dankbaar dat God mij de kracht en de zegen geeft elke dag. Met mijn mensen het werk te doen. En dat vind ik fantastisch. Amen. En even voor de duidelijkheid, zijn het nou 3 of 2 kinderen? Ja, links, daar zie je 2, die gaan nu staan. Dat is 2 links. Super, top.